Nou, we gaan vooral vissen, jongens. Ja, vooral vissen in Nederland op zo'n groot water. Het Gijsmarambacht is een hele grote zandwindplas. Er zit bijvoorbeeld heel veel snoek, er zit baars, hele grote brasems en forel. Ja, ja, hangen. Ja, hangen. Hangen. Woehoe. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Yes, hangen. Ik sta helemaal te trillen op mijn benen. Ambacht, Noord-Holland, prachtige plas. Nou, we gaan vooral vissen, jongens. Ja, vooral vissen in Nederland op zo'n groot water. Ik ga vandaag twee manieren vissen. Ik ga proberen met de vlieghengel, wat gewoon echt het leukste is. Niet het makkelijkste. En ik ga met een hele speciale forellenhengel met forellendeeg vissen. Eenvoudige visserij, een spinhengeltje bij me. Klein forelspinnetje, klein stroomspinnetje moet ik zeggen. Lukt dat niet, heb ik nog trouwfiet bij me, trouwfiet korrels, waar de forellen mee groot zijn gebracht. Wat voor forel altijd goed werkt met de vlieghengel, dat zijn wat je noemt woelybukkers. Dat zijn kleine streamertjes. In het begin van de dag werkt heel fel, fel groen, fel geel, fel oranje werkt heel goed. Wordt het wat later op de dag of krijg je het spelletje een beetje door, dan moet je het zwart, bruin, grijs gaan vissen. Ja, komt-ie, komt-ie, komt-ie. Ja, jahoho! Yes, hangen! Jongens, in Nederland op zo'n grote zandweerplas met een streamer forellen vangen. Kan het mooier? Nee, kan niet mooier. Ik sta helemaal te trillen op mijn benen. Ik kom net terug uit Slovenië op vliegenvist. 1200 kilometer rijden, veel geld betaald. En hier met de vispas sta je gewoon hetzelfde te doen. Het zijn nog gewoon super mooie vissen ook. Kijk eens jongens, dit is helemaal te gek. Kijk eens wat een mooie forel. Kijk eens wat een mooie forel. Hij is er nog niet hoor. Wat een visserij jongens dit. Kijk eens wat een mooie vis. Kijk eens. Yes, binnen. Yes. Wat een fantastische vis. Mooi hè. Polderforel. Gewoon spinvissen jongens, inwerpen, af en toe iets versnellen, ietsje langzamer. Doordat je hem draait, gaat dat spinnerblad gaat om dat asje draaien. En dat kan je dus versnellen, iets verlangzamen. Maar zorgen dat het altijd wel blijft draaien, want op het moment dat jij stopt, zakt het spinnetje naar de bodem en dan vang je niks. Wat een spektakel jongens, big game in Nederland. Ah, dit is helemaal te gek. Ik ben blij dat ik even verkast ben, want ik kan er net vanaf deze kant net bij. Het is waanzinnig waardeloos, werpen zo tegen die wind in. Maar dan zie je een groepje jagen, gooit hem ertussen en meteen bingo. Weer een mooie vis jongens. En ze zijn zo sterk. Kijk eens wat een mooi gekleurde forel. Bak van de regenboog forel. Oh, helemaal paars gekleurd. Ah, bingo. Super. 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 Kijk eens wat een vis. Kijk hè. Het zijn gewoon hele mooie vissen die regenbogen. Kom. Hij gaat weer. Kijk eens. Oh, wat een vis jongens. Mijn dag is gewoon helemaal goed. Wat een visserij. Wat een visserij. Jongens, we gaan even wat anders proberen hoor. Een stukje balsenhout met een loodje onderin. Dat zakt wel naar de bodem, maar niet razendsnel. En je kan het heel langzaam binnenvissen. Een hele lange onderlijn van een meter. En dan ga ik met dat forellendeeg vissen eventjes. Gewoon eventjes een druppeltje maken. Dat heb ik zo ooit geleerd op zo'n forelvijver. Een druppel maken. En dan het haakje er helemaal in douwen. Zo, er helemaal omheen vouwen zo. Druppeltje maken. En wat ze dan vertelde toen, dat je het uiteinde een beetje plat moet drukken en als het ware een wokkeltje moet maken. Dus een beetje zo'n gedraaid dingetje. Waar moet je beginnen, waar moet je eindigen?
Ik zie daar ook een steigertje daar zo, aan de andere kant van dat kommetje. Daar maar eventjes gaan kijken. Vaak juist, je verwacht het op alles op de grote plas, maar vaak duiken die forellen, zeker als ze nog niet zo lang in een water zitten, allemaal bij elkaar in van dat soort kommetjes en dat soort nisjes. Dus probeer het gewoon, joh. Nee, heb je ja, kun je krijgen. Kijk, er zit in de hoek zit een hele partij forellen daar. Kijk eens, ik zie er achteraan. Ja, hangen. Hangen. Op het deeg. Kijk eens. Hey. Op het lichte hengeltje. Zo. Kijk eens. Oh. Hallo. Dat is een dikke. Zo dan. Nou. Oh. Zo. Kijk eens. Oh. Dit ver goed. Maar het is ook een behoorlijke forel. Kijk eens. Ah. Oh, kijk maar een vis. Dat is een mooie. Dat is een dappere. Oh, kijk, ja. Wel de moeite waard, hè? Kijk eens van een vis, hé. Centimeter of 45 lang zo. Echt fantastisch. Ik ben er blij mee. Het Geesmar-Ambacht is een hele grote zandwindplas vlak boven de rook van Alkmaar. Het is echt een joekel van het water. Er zit bijvoorbeeld heel veel snoek, er zit baars, er zit mooi bestand aan karpen, hele grote brasems, niet te vergeten blankvoren en forel, regenboogforel. Een wokkeltje, we gaan het gewoon nog een keer proberen. We gaan weer naar die overkant werpen, want ik heb toch wel het idee dat ze daar vooral zitten. Ja. Daar ging die weer. Oh, ik heb het nou door. Je draait heel langzaam in, dan wacht je gewoon eventjes. Zodra je tikje voelt, even wachten. Dan pakken ze dat deeg en dan zwemmen ze weg. Dan staat je lijn strak. Ja, dan kan je aantikken. Ook weer mooi voor in het bekkie. Mooi voor in de bek. In de regen, geen zon en toch een regenboog. Snel weer laten zwemmen, kom maar. Daar gaat hij, kijk. De regenboogforel is een vis die van nature in Noord-Amerika voorkomt. Het is ook het verre neefje van onze bruine forel. Hij wordt heel veel uitgezet in visvijvers, in die forellenputjes. Maar het leent zich ook uitstekend om uitgezet te worden in dit soort grotere water. Het Oostvoortse meer is bijvoorbeeld heel bekend. Het is echt een roofvisser trouwens. Ze eten niet alleen... Ja, vis. Hop. Ze eten niet alleen insecten, maar ze eten ook... Zo! Ik heb een hele zachte hengel. En we zitten met palen hier. Oh! Dit is spannend. Ik ben zo stom geweest om eigenlijk met die palen te gaan vissen. Maar ik heb een hele zachte hengel. En als hij onder de palen doorgaat, ben ik hem kwijt. Oh. Ho, ho, ho. Jongens, dit is Nederland. Sta je gewoon op forel te vissen in Nederland. Weer is niet al te best. Maar dit is helemaal te gek. Oeh, mooie vis. Keurig gehakt. Oh. Zo zie je hoe belangrijk het is om van kleur te wisselen. Ik heb verschillende kleuren van dat forellendeeg bij me. Eerst met wit gevist. Oh. En toen ben ik overgeschakeld op blauw. En dat is het in één keer. Met blauw krijg ik achter elkaar beet. Met wit krijg ik een enkel beetje. Ik doe blauw erop. En in één keer gewoon achter elkaar beet. Bizar, hè? Ja. Jongens, dit is toch een super visdag.